We moeten dringend werk maken van een Nederlandstalige imamopleiding, dat zegt integratiespecialist Isaac Alay. N-VA-staatssecretaris Theo Franke gaat de imams beter screenen. Salafistische imams uit landen als Qatar en Saudi-Arabië zullen niet zo makkelijk een verblijfsvergunning krijgen. De meeste imams in Limburg komen uit Turkije of Marokko. Vaak spreken ze geen Nederlands. Lang niet alle imams zijn haatpredikers. Integendeel, het is een zware theologische universitaire opleiding van vijf jaar. Geen enkele imam hier in Limburg keurt dat goed, dat gedrag van die terroristen. Ja, geen enkele imam, geen enkele moslim, geen enkele gezonde mens. Zegt Engin Osdemir, vandaag schepen in Heus de Zolder, maar jarenlang ondervoorzitter van de Dianet-moskeeën in België. Ze komen van Turkije uit en ze hebben de Turkse nationaliteit. De Koran is daar Arabisch, moet ze dat goed. Uh, kunnen lezen en begrijpen wat het uiteraard wil, de boodschap van de God, van Allah, overbrengen. Als men dan nog gaat opleggen dat men dat ook in het Nederlands moet gaan uitvoeren, dan gaan we altijd aan het kwaliteitsverlies hebben. Is de kritiek dat de imams geen Nederlands kunnen nu terecht of niet? Wat denkt integratiespecialist Isa Alaa ervan? Ja, dat vind ik de terechte kritiek, een terechte opmerking. Ik ben ook al jaren vraag aan de partij om, de, om een opleiding te organiseren hier in Vlaanderen uh, voor imams. Dat we Nederlandstalige imams uh, krijgen. Um, dat heeft als, als meerwaarde dat, dat ze direct de jongeren kunnen aanspreken, uh, de Nederlandstaligen kunnen aanspreken. Uh, terwijl het nu ofwel in het Turks ofwel in het Arabisch gebeurt, ja, de jongeren kennen die talen niet meer zo goed. Sinds twee jaar kan het, islamtheologie in Vlaanderen. Alleen bijna niemand doet het. De KU Leuven bijvoorbeeld zou er nu toch werk van gaan maken. We hebben er lang over gediscussieerd. Zelfs werden wij als Dianet, toen ik in Dianet als nationaal ondervoorzitter opreed, de vragende partij kijk in de bestaande universiteiten om een afdeling faculteit te openen om iemand hier op te leiden. Iedereen vond dat een perfecte. Uh, idee, maar we hebben nooit een terugkoppeling gehad. Ja, ik denk dat het tijd wordt, en de gebeurtenissen van de afgelopen weken tonen dat aan: dat het tijd wordt dat we Nederlandstalige imams nodig hebben. En het liefst van al hier opgeleid. Aan de Universiteit van Hassel bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, dat zou een heel goede zaak zijn.